Hoewel vrijheid in geloof tot een van de meest fundamentele mensenrechten behoort, komt het nog te vaak voor dat mensen worden gediscrimineerd om hun religie of geloof. Daarom vonden de Verenigde Naties het belangrijk om 22 augustus uit te roepen tot de Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege Religie of Geloof. De Nationale Assemblée, DNA, zegt in een persbericht dat in Suriname aanslagen van extremistische aard gelukkig onbekend zijn. Voorzitter B. vindt het een voorrecht dat alle religieën vertegenwoordigd zijn in het parlement. Hij is van mening dat door de verschillende geloofsovertuigingen er diverse uitgangspunten en inzichten bestaan voor het brengen van ontwikkeling. De Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Geweld vanwege religie of geloof moet ons eraan herinneren dat wij Surinamers in een bevoorrechte positie verkeren, omdat wij wonen in een land waarin het niet uitmaakt welke godsdienst je beleidt. B roept een ieder op om dit positief gegeven op de juiste manier uit te dragen, omdat wij in wezen allemaal één zijn.